Warner Brothers zitten we er bovenop weer. Kondigt een nieuwe Lord of the Rings films aan. Nee. Ja. Nou, ik ben dus benieuwd. Fill me in. Want ik ben dit, in de war. Want ik heb dit even al gelezen, een stukje. Ja. Jij hebt een ander nieuwtje namelijk. Hetzelfde ongeveer. Nieuwtje. Ja. Nou, ik begreep dat soort van Jackson involved is in a way nog. In dat, gesprek. Dat weet ik dus niet. Dat heb ik er niet echt uit kunnen halen. Want David Zaslav, natuurlijk de Warner Brothers Discovery CEO, die maakte dit bekend. Er komen nieuwe films. Dat was een earnings call namelijk. Volgens mij gisteren is dat dan geweest. Want het nieuws komt nu uit. Ja, Thursday evening, ik zie het al. Was de earnings call. En daar maakte hij bekend dat Warner Brothers in samenwerking met New Line Cinema nieuwe Lord of the Rings films gaat maken. En wat denken jullie? Want The Rings of Power, dat kennen we natuurlijk van Amazon Prime Video. Wat ik ook las, is dat volgens mij dus Warner wel nieuwe rechten heeft gekocht of verkregen op Middle Earth staff. Dus er is iets gaande daar. Ik weet ook niet hoe dat zit met de rechten voor. Wie maakt Ring of Power? Amazon. Ja. Amazon zelf. Ja. Dus, en dat is op de appendix... toch? Dat is een soort van de appendix waar zij uit putten qua... Wat bedoel je daarmee? Je hebt toch de soort van... Oh, je bedoelt de Silmarillion? Ja, oké. Dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. Hebben zij die rechten, neem ik aan. Maar ze hebben geen rechten om in de band van de ring te doen. Nee, sterker nog, volgens mij ligt dat bij Embracer. Wat die al die game companies heeft, zeg maar. Volgens mij hebben die dus ook de filmrechten. Hier wordt ook Embracer genoemd. Newly installed studio leaders Mike DeLuca en Pam Abdy have brokered a deal to make multiple films based on the project. Ja. Ja, maar dus er is een deal met iemand. Ja. Ik neem aan de Tolkien estate. Maar heel even vragen jullie, jongens. Want we hebben natuurlijk The Rings of Power, nu op Amazon. Niet een regelrecht succes. Ik denk dat het wel aardige kijkcijfers natuurlijk binnenhengelt vanwege het feit dat de Lord of the Rings IP eraan verbonden is. Moeten ze... dit is lastig. Wanneer er natuurlijk een bepaalde IP verdeeld zit over verschillende producers... Moet ze diezelfde kant op gaan? Moet ze echt iets heel anders doen? Iets heel anders. Die films zijn toch perfect? Ja. Dat is toch helemaal niet nodig? Ja, maar ze gaan ook... kijk, je kan in dat universum natuurlijk legio verhalen nog vertellen. Dat gaan ze denk ik niet doen. Ze gaan Frodo weer. Nee, je bedoelt een remake? Dat denk ik. Nee, joh, dat kan niet. Nou, je kan wel natuurlijk soort van... Lang geleden. Ja, dat weet ik wel. A Quiet Year in Frodo Baggins' Life. Weet je, dat zou je natuurlijk wel kunnen doen. Een soort van... Maar door wie gespeeld? Weer Elijah Wood dan? Bijvoorbeeld. Ziet er wel hetzelfde uit. Daarom. Weet je, bijvoorbeeld. Ja, dat gaat erover kunnen. Dat ze wel putten uit bronmateriaal. En volgens mij is er niet zo heel veel... Maar is dat zo? Of, want volgens mij in ieder geval de Middle Earth Enterprise... wat volgens mij dus de Tolkien Heirs zijn... dat is gekocht door Embracer Group. En ik denk dat Embracer Group heeft gepraat met de filmmaatschappij Warner Brothers... om daar een deal uit te sluiten. Net zoals dat dus Middle Earth, dus Embracer Group... heeft gepraat met Amazon om die serie voor elkaar te krijgen. Kijk, ik ga je heel eerlijk zeggen, The Rings of Power heeft me niet gegrepen. Nee. Ik heb het ook niet meer afgekeken uiteindelijk, ondanks dat het op bepaalde vlakken echt prachtig eruit zag, hoor. En The Hobbit is natuurlijk later nog uitgekomen. Die komt niet dan The Ring eerder of Power, dan The Ring of Power wel. Nee, ik bedoel dan de Lord of the Rings films. Die is ook later uitgekomen, zeg maar. Niet in precies diezelfde periode. Die is ook later uitgekomen. En The Hobbit, ondanks dat het ook niet de kwaliteit benadert van The Lord of the Rings, vond ik het wel echt heel vet. Nee, fucking goed. Fucking ik vond het echt vet. Die shit is fucking goed. Betekent niet dat... Jullie zijn niet goed. Die shit is echt niet fucking goed. Die shit is fucking goed. Ik heb er ook echt enorm van genoten. Ja. Het is fucking goed. Het is misschien niet zo goed als The Lord of the Rings, maar het is bijna dat. Ik denk namelijk wel, er zijn genoeg verhalen in Lord of the Rings die niet in de films hebben gezeten. Het zijn wel side stories, maar je kan soort van, misschien soort van halve one-offs. Weet je, wat gebeurde er met die... Als The Hobbit iets heeft bewezen, is dat je van zo'n boekje niet drie films moet maken. Nee, dus als ze dan uit de hele kleine short stories die ze nog niet in de... Ja, maar er is heel veel. De Lord of the Rings zijn boeken, super dikke boeken. Er zijn ook 18 uur aan films van. Ja, maar er zijn nog heel veel verschillende scènes of passages of dingen die niet in de films komen. Het gaat hier over een film.
Films. Ja, precies. Dat ga je niet vanuit passages aan elkaar hangen. Dat is niet één van. Dat je what happened between dat en dat moment uit de film, dat je daar een film een one-off van maakt. Ik denk dat er heel veel leuke verhalen te vertellen zijn. Ik denk niet dat mensen dat snappen. We krijgen sowieso natuurlijk nog de anime. Waar we het ook eerder over hebben gehad. We hebben het heel uitgebreid over gehad, Jelle Kunst. Over de Battle of Rohan. De Battle of Bohemian Rhapsody. Zoiets. Zo klonk het voor mij in ieder geval als buitenstaander. Die krijgen we in ieder geval nog. En ja, ik ga er vanuit even dat dit een trilogie gaat zijn. En ik kan me niet voorstellen dat het natuurlijk de magie gaat benaderen van de originele trilogie die we hebben gezien. Maar als het gewoon in de lijn van de Hobbit is. Wat ik herken, het is niet zo goed als de Lord of the Rings trilogie. Maar het voelde echt alsof het in die wereld afspeelde. En dat heb ik niet met The Rings of Power. Nee, hier en daar vind ik een orkje. Zie ik ergens wel, het is natuurlijk veel vroeger. Dus er waren nog niet zo'n highly evolved combat race. Zie ik wel dat terug. En dat is ook wel af en toe heel goed gedaan. Maar ja, als je dan moet soort van een paar hobbits die het moeten dragen, dan is het inderdaad wel ver te zoeken hoeveel het met de films die we kennen te maken heeft.